Janssen, vandaag hier in Sint-Truiden, België-Tsjechië, de vierde kwalificatiewedstrijd al voor de Red Flames. Voor jou iets speciaals, denk ik, want je mocht invallen na 60 minuten. Hoe leuk is dat? Hoe voelt dat aan? Ja, dat voelt zeker goed aan, zeker omdat het onverwacht was. Ik had het niet nu al verwacht, maar daar ben ik zeker heel blij mee. Ja, want je bent voor het eerst opgeroepen. Je hebt meegegaan naar Tsjechië, daar al een eerste keer beleefd, alles meegemaakt. En dan vandaag, het was ook een moeilijk moment om in te vallen. Jullie stonden 0-1 achter, hè? Dat weet je, dat moet je vooruit. Hè? Ja, dan weet je, je moet vooruit letterlijk. En ja, de bedoeling is om dan aanvallend te gaan spelen. En dat heb ik zo goed mogelijk gedaan. En hoe kijk je naar de toekomst nu bij de Red Flames eventueel? Ja, gewoon blijven presteren, het best doen en ja, gewoon proberen mee te draaien met het team en proberen een grotere rol te spelen. Oké, dank je. Veel succes. Dank je.